dezelfde stad. Bij Sparta dus de rentree van Dennis de Nooijer. En dit gaat ten koste van Ricky van den Berg. De Hagenees raakte vorige week op de training ogenschijnlijk zwaar geblesseerd. Maar na 3 dagen in het gips zit hij toch weer op de bank. Bij Veendam ontbreken 2 belangrijke pijlers. Verdediger Jan Veenhoff en aanvaller Paul Weerman ondergingen beide een knieoperatie. Aan de jonge Jan van Dalen vandaag de eer om Dennis de Nooijer uit te schakelen. Vorig seizoen werd deze Frank Kooijman nog verhuurd aan PSV. Volgend seizoen mag deze doelwachter wederom een andere club zoeken. Want zijn aflopende contract bij Sparta wordt niet verlengd. Ingooi is van Frank Roes. Doorkoppen is daar. En vervolgens was het weer de Nooijer die er dichtbij was. Corner van Beckham. Darwinkel, omdat die bal gevaarlijk indraait. Willems, Mendes da Silva. Scherp voor daar Nascimento. En weer Darwinkel. Die heeft hem net op tijd voordat wellicht Broers daarbij kan komen. Kans voor Nascimento. Op zit Mendes da Silva. Hij speelt dan naar Levchenko. Broers. Bijna 10 minuten onderweg. Maar Sparta duidelijk de betere partij is. En via Dennis de Nooijer al een paar kansen heeft gekregen. En hier met de treffer van Kieran Beckham op voorsprong komt. Het was niks te laat, hoewel erg vroeg. In een voor Sparta hele belangrijke week. Want dinsdag wacht de strijd in de Amsterdam tegen NEC. En volgende week vrijdag is er de topper in de Gouden Gistdivisie tegen de Graafschap. Was men een beetje bang dat men de wedstrijd tegen Veendam als iets te lichtzinnig zou opvatten. Maar daar lijkt in de beginfase niets van waar. Seintje. Wat hard terug op Darwinkel. En schiet dan ook tegen de Nooijer op. Is Beckham er op tijd bij? Ja, dat wel. De Nooijer scoort, maar wel buitenspel. Dus scoort niet. Krijgt die bal wat hard aangespeeld. Vervolgens raakt hij de Nooijer. Tot zover niets aan de hand. Er is Beckham. En daar staat inderdaad de Nooijer op het moment dat Beckham inschiet buitenspel. De jonge Jan van Dalen kreeg vandaag de opdracht: schaduw jij Dennis de Nooijer maar en schakel hem uit. We mogen concluderen dat dat na een half uur, als hij wordt gewisseld voor Patrick Goedhart, niet gelukt is. Mendes da Silva. Iets te ver voor zich uit zou je denken. En dat blijkt. De Nooijer. Slor. De Nooijer. De Nooijer doet het zelf omdat hij heel graag wil, maar verstandig. Was het niet. Mendes da Silva had die bal moeten krijgen. Willems. De Nooijer, Beckham. Goed aangespeeld. Zodat De Nooijer, Levchenko, Mustafa allemaal positie kunnen kiezen. Beckham. Mendes da Silva, De Nooijer, Mendes da Silva het schot. En de redding van Darwinkel. Als ze combineren dan loopt het wel tik, 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 tik. En dan sta je zomaar gevaarlijk in de 16 meter. Nascimento voorin. Jij! Beckham. Hier keurig neergelegd in de buurt van Schenkel. Nascimento, bal blijft hangen. Levchenko, Nascimento. En dan gaat hij naast. Van Ziegem heeft een overtreding gezien van Leeuwen op Clementia. Vrij trap van Hellinga. Legde bij de tweede paal neer. Dat zag er nog best gevaarlijk uit. Met handen.
Rick van den Berg komt in de ploeg. Hij voor Riga Mustafa. Dit is Van den Berg. Zijn eerste actie in deze wedstrijd is een treffer. Van den Berg kon gebruik maken van eindelijk weer eens een diepe spits voor hem. Namelijk De Nooyer. En Van den Berg zo blij en tevreden dat hij het feestje met de bank viert. Met onder andere ook de medische staf. Want hij viel toch geblesseerd uit op de training. Hier De Nooyer die het werk voorbereidt voor Van den Berg. Liep 3 dagen in gips en was ineens weer terug. En een minuutje na zijn entree op het veld scoort hij 2-0. Boutiba. Broers. Goed gespeeld van Boutiba. Goed gelopen van Broers. Nu het vervolg. Wie kiest hij uit? Van den Berg naar de eerste paal. Van den Berg, Van den Berg. Maar die gaat onlangs. Dat is jammer. Van den Berg bijna voor zijn tweede treffer. Willems. Ja, over de vies heen naar Kieran Beghan. Beghan op de paal en vervolgens Beghan over de naast. Dicht bij zijn tweede van de avond Kieran Beghan. Na de prachtige opening van Willems die over het hoofd van de Vries gaat. Ziet het gaatje bij Darwinkel. Treft slechts de paal. Ja, net zolang totdat hij wat ruimte heeft. Dit is ook geen verkeerde bal. En zo komt Veendam tot een treffer. Van Hamming. Want zo slim is Hamming natuurlijk wel in de 87e minuut. Om bij dit soort gelegenheden in ieder geval mee te lopen. Want dat kan nooit geen kwaad. Van Kolder naar Hamming. Van 2-0 naar 2-1. De Berg. Beghan. Nou, die mag het afmaken. Kieran Beghan voor de beslissing. Nee, omdat hij hem en niet zelf afmaakt. En ook niet aan de bijkans gek wordende Dennis De Nooyer geeft. Goeie sliding van Boutiba. Van den Berg. Van den Berg, Boutiba. Ja, het zou toch ook wel aardig zijn als hij hem zou scoren. Boutiba! Nee! Beghan dan wellicht. Dennis De Nooyer dan wellicht. Ja, dan mag hij het doen. In de 90ste minuut wordt het 3-1 voor Dennis De Nooyer. Werd ook veelvuldig gezocht al de hele wedstrijd. Want ja, de verloren zoon is terug. Dat gold ook voor Boutiba na zo'n lange afwezigheid vanwege de blessure. Dus hem was de treffer ook gegund. En dat De Nooyer maakt, dat vindt hier in Rotterdam-West ook niemand echt heel erg vervelend. Zijn terugkeer op Spangen, 14 met een treffer en met een 3-1 overwinning van zijn Sparta tegen Veendam. Wat vond je van je debuut? Je derde debuut? Ja, dat was in ieder geval beter dan het tweede. En nee, het ging goed. Ik denk dat we zeker de eerste helft goed gespeeld hebben. En tweede helft, ja, toen gingen ze echt ook 1-op-1 spelen. Van Dalen werd er heel snel uitgehaald. En, Rick Sloor op jou, 1-op-1. Ja, die deed wat beter dan de jongen. Weet je met me eens dat jouw beste 30 minuten jouw eerste 30 minuten waren? Absoluut, absoluut. En oké, assist en een goal. Dus, Als je 34 bent, zijn intikken is ook nog mooi, hè? Ja, dat is... Ik raak hem niet helemaal goed, denk ik, maar zo heb ik ze wel eens vaker geraakt. En, blijf ze zomaar raken hier. Dat bedoel ik, dus hey, dankjewel. Je komt erin en je gaat als een speer op Mark Haak af. Ja, nou ja, nadat ik die goal maakte natuurlijk. Maar... Was je eerste balcontact, hè? Ja, was lekker binnenkomend en hij heeft natuurlijk veel voor me gedaan. En tape zat niet zo best, maar... Tape zat niet best? Ik zat er goed in. Dit, zal ik hem eraf halen? Zal ik hem even eraf halen? Wel, Nick? Ja, het blijft zeer. 3500 Spartanen trotseerden de kou om de handen warm te klappen voor Dennis De Nooyer. De verloren zoon die terugkeerde op het kasteel. En ook te klappen voor Frank Kooijman die aan het einde van dit seizoen Sparta na vele jaren gaat verlaten.
Dennis de Nooyer wil scoren. Daar is hij voor gehaald. En Veendam leek een ideale tegenstander. Eerder dit seizoen werd tenslotte in het Hoge Noorden nog met 5-0 gewonnen van de ploeg van trainer Jan Korte. Eerste kans is voor de Nooyer. Sparta speelde goed, speelde onstuimig. De Nooyer was bij elke aanval betrokken en ook bij de openingsgoal. Al na 11 minuten Ajax-huurling Kieran Betjan op aangeven van de Zeeuw met de 1-0. En dan kunnen de supporters zich gaan opmaken voor een leuke avond en veel doelpunten. Maar dat valt tegen, want Sparta speelt zeker niet slecht, creëert mogelijkheden, maar scoort niet. 1 keer slechts Dennis de Nooyer, maar wel in buitenspelpositie op aangeven van Kieran Betjan. De Nooyer is op jacht naar de treffer, weet dat hij van NEC naar Sparta is gekomen om te scoren. Om de ploeg van trainer Mike Snoei doelpunten te bezorgen. En overal is hij. Nu naar goed doorgaan van Mendes. Maar het schot gaat naast het doel van Egbert Darwinkel. Die overigens een onzekere indruk maakte en Sparta menige mogelijkheid schonk. In de tweede helft dan de eerste wijzigingen in het elftal van Sparta. Na maanden blessureleed. Terugkeer Elbekay Bouchiba. En ook na blessureleed, maar dan veel korter, 5 dagen slechts, Rick van den Berg. En de Hagenaar laat onmiddellijk van zich spreken. De Nooyer weer betrokken bij de aanval. Van den Berg in balbezit, alleen op de keeper van Veendam af en beheerst ingeschoten. En dan heeft de Hagenaar een verrassing in petto. Een sprint van 60 meter en de vraag, wie vliegt hij aan het einde van die sprint in de armen? Ja, Mark Haak, ja. Ik heb de hele week sowieso al goede contact met Mark Haak, maar een hele groep. En is gewoon een hele goede fysiotherapeut en ook als buiten het werk ook een hele goede man. En hij is de hele week hard met me bezig geweest. En, ja, ik had 1 incidentje met hem deze week en op deze manier wou ik hem dat even terugbetalen. Ik had een afspraak met hem staan en die ben ik niet nagekomen, dus ja, ik denk dat het zo goed einde is. Rick van den Berg was 6 jaar oud toen Madjer namens FC Porto met een hakbal scoorde tegen Bayern München in de Europa Cup 1 finale. Kleine Rick heeft goed opgelet, alleen de precisie gisteravond ontbrak. Dan een ongelukkig moment voor Menno Willems, raakt geblesseerd. De van Haarlem overgekomen middenvelder loopt een vleeswond op en is dus een vraagteken voor de wedstrijd tegen NEC van aanstaande dinsdag. Misschien wel de wedstrijd van het jaar voor een vol kasteel. De mensen die gisteren op het kasteel aanwezig waren, wilden doelpunten zien. Kieran Betjan, goede poging, goede actie, beter lot verdiend. Maar het blijft dus een wedstrijd omdat de bal niet in de goal gaat. En dan blijft Veendam hopen in misschien wel een punt. En kijk eens hoe vrij Ronald Hamming hier staat en maakt er dus een wedstrijd van. Met nog een paar minuten te spelen moet Sparta dan vrezen dat het het duel uit handen gaat geven. Zeker als er nog kansen zijn voor Veendam. Beslissing volgt even later. Bijna bekroont Elbekay Bouchiba zijn rentree met een doelpunt. Maar Kieran Betjan gunt het doelpunt aan Dennis de Nooyer. Zijn eerste voor Sparta tijdens de eerste wedstrijd terug op het kasteel. Een rentree die de Zeeuw niet onberoerd had gelaten. Ik had wel even wat spanning, ja. Want je weet natuurlijk nooit hoe het gaat. Ik wist dat ik aardig in vorm was. Ik wist dat ik fit ben. En, ja, en dan hoop je gewoon dat je een keer scoort. En dat is gebeurd. En in ieder geval met de overwinning. Want je zou maar gelijk spelen tegen, met alle respect, Veendam. De trainer zei, het was voor mij het moeilijkste om de ploeg bij Veendam te houden qua aandacht. Want iedereen heeft het over NEC. Is dat zo? Ja, natuurlijk. Dat speelt ook mee. En vooral als je natuurlijk zo'n mooie wedstrijd heb, dan heb je dat wel in je hoofd zitten. Vond ik dat we heel erg sterk speelden vandaag, maar met alle respect voor Veendam hebben we wel 10 goede mogelijkheden gecreëerd. Als je er daar maar 3 van maakt, dat is niet goed natuurlijk. En natuurlijk zit je dan met de nek in je hoofd. Maar ja, dan moet het wel natuurlijk de competitie, wat de trainer ook de hele week heeft aangegeven, dat de competitie net zo belangrijk is. Ja, je ziet de hoop concurrenten dan weer punten leggen, dus het is toch belangrijk dat we gewonnen hebben vandaag. Je debuut in de eerste divisie, ja. Wat is anders? Nou, het tempo is gewoon veel hoger en kijk, je komt zo vaak in balbezit dat je constant aanspeelbaar moet zijn. En dat is in de eredivisie toch even anders en hier speelt iedereen 1-op-1, dus je krijgt zoveel mogelijkheden, dat is echt het grootste verschil.